Voordat deze video begint, wil ik jullie even vragen om allemaal te abonneren. De support gaat insane en ik wil richting die 10.000 abonnees. Dus zorg dat je liked en abonneert. Laat een leuke reactie achter waarom ik moet doorgaan met de storyline. Voor nu, geniet van de video en veel kijkplezier. Politie. Weer een politiemelding voor deze boys. Waarom de what the fuck wordt er geschoten, bro? Mag ik even TH pakken? Ik heb eentje TH. Waar ben je van? Maar het eentje tegen. Godverdomme man, wat doen jullie hier? Stap uit. Hallo, waarom hoor ik een piep? Ik stap uit op hem, word stilte, ik stap uit. Wat is dat? Zit hier achter. Met zijn agent, kom eens hier. Oh mijn god. Ja, boys. Luister, loop mee met mij, loop mee met mij, snel. Rennen voor. Ik ga niet rennen, ik ga lopen. Ik heb een bandje man, ik kan niet. Stap in, stap in. Gaan we die boys erin zetten? Er komt koude voor politie aan, boys. Ja, boys, kop af van hier, kop af. Hey. Is iemand TH dan? Ikke. Dingen, die wapen van hem rippen. Politie agent af. Nou, we gaan even hier helemaal in het open staan, heren. Dan kan iedereen luid en duidelijk zien wat er gebeurt. BMW achter ons. Zwarte. Groen, niks even, boys. Welke kleur? Zo zwart-groen. Boys, luister. Ivan heeft iemand TH, hè? Hey boys, jullie moeten me wekken, man. Ja, Ivan, je moet daar zo snel mogelijk weg. Dat is het ding. Zijn we nog steeds achter die voortand? Ja, drie agenten, man. Drie agenten. Ja, ik heb geen wapen, dus ik kan niks. Luister, allemaal oprotten. Ah, die zijn hier voor onze eigen veiligheid. Ja, dat snap ik, kerel. Ja, wij kunnen ook maar, ja. Ik ga zo naar de stad moeten lopen als het moet. Nee, ik ben niet. Kom eens even teruglopen, meneer. Kom. Ja, wat is kut. Wie staat nog aan de kant? Het is echt al lang weg. Kom hier. Ja. Maar waarom wordt er weer een politiemelding gemaakt? Hoe zijn jullie hier gekomen, heren? Hoe wij hier zijn gekomen? Ja, zeg maar, welke informatie? Je zag de auto die kreeg. Ja, deze boys hebben weer... Ja, nee, oké, maar jullie zijn daar gekomen. Hebben jullie melding gekregen? Ja, dat doe jij niet. Nee, maar ik ga gewoon aan jullie. Wij rijden door. Met achtervolging. Ja, dat gaat niet gebeuren, dat snap je zelf ook wel. Maat, je collega's gaan niet weg. Nee, dat kan niet. Nee, ik zeg ze mogen stoppen met achtervolgen. Dat zeg ik. Ja, dat kan niet, man. Is dat een green gang op de auto? Je hebt een wapen tegen het hoofd van de collega. Ja, dat klopt. Dan wil jij aan mij zeggen dat ik nu moet zeggen dat dat gaat niet zomaar gebeuren. Duidelijk, jij mag mij meevolgen. Kom. Komen twee Amaroks naar jou toe, Choppa. Oh, niet, ga naar die agent toe. Deze rent met op de weg. Je kan die deze gewoon poppen. Ivan, moet ik je anders pick-up geven, Ivan? Heeft het al geen zin? Ja, maar even serieus, heren. Zullen jullie daar gewoon een patrouille of... Nee, gewoon patrouille, man. Nee, dus gewoon rijden. Gewoon een rondje. Je snapt toch wel wat politie doet? Ja, ik snap zeker wat politie doet. Maar deze kerel zegt dan van nee... Is geen melding geweest. Lopen maar, is geen melding geweest. Hé, meneer de politie. Alles goed? Wat is nog gaande dan? Oké, kerel, luister dan. Ik ga even op die brug staan. Als je even liever afstand wil halen met je grote wapen, dat zou wel fijn zijn. Waarom wil je op de brug staan? Nou, omdat ik dan een stuk veiliger ben in plaats van dat ik naast jou sta. Nou, dan moet je niet op mij aflopen. Dat lijkt me het meest slim. Ik heb Bob Ron. Kom hier, zwart, ja. En ik rij Lexus LF1. Jij niet, politieagent. Kom. Wat wil je doen nou? Ik ben even aan de telefoon. Er zitten hier twee politie. We gaan hier even bij die auto staan. Die kunnen we makkelijk aan zuppen, hè? Deze op deze agent. Meneer. Oh, ja, zit deze achter me aan. Ja. Die wapen van die geizer. Ik heb geen informatie van jou, meneer. Ja, dat deed hij. Tegen wie praat je nou eigenlijk? Tegen die andere, niet tegen jou. Kan niet, pik. Je hebt een wapen op iemands nek. Oké, vooruit. Kan mijn wapen niet. Ja, dat kan niet. Je moet wel een beetje. Ja, ik hoor je in de gaten, kerel. Maar je mag me loslaten, kerel. Is er al meer? Nee. Ben je die BMW? Wie is die BMW hier? Ben ik zeker? Ben je SAT? Kerel, ik wil dat jij tegen die M3 Touring gaat staan, ja? Waar staan jullie dan? Die andere. Zo, er staat geen wapen op me. Ach, maar wil je dat je collega doodgaat? Of een Afriket richting dingen step. Snap je? Kijk, ik wil even de weg. Ja, jullie willen even weg, toch? Broer, ja, maar ik snap niet waarom jij eigenlijk mij pakt. Ja, kijk, weet je wat het is, boys? We waren hier bezig. Boys, ik weet niet wie daar iemand tegen heeft. Ja, oké, maar volgens mij stappen we niet uit. Volgens mij doen we geen BTV. Ik snap niet waarom sommigen. Ja, jij begreep dat niet, maar ik begreep het wel. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat is wel vaker zo, toch? Dat is een makkelijk antwoord. In ieder geval, mag hier even één iemand heen komen? Ik weet alleen even niet wie. Kunnen jullie dat even oproepen? Ik kan niet. Ik kan geen. Die kerel die ik hier in. Ik wil best wel mijn porto pakken. Nee, ligt in de auto. Hou de communicatie in, shirtless allemaal. Even kijken of er iemand naartoe komt hier? Ja. Als je een momentje hebt, ja, dan moet ik weer achter me aan. Rij gewoon weg. Kop los vandaag. Ik kan geen porto pakken, man, als jij me vast hebt. Ik heb even informatie nodig. Kun je niet je telefoon pakken, agent? Nee, negatief. Wat is trouwens jouw naam? Dan kan ik even gewoon je naam noemen. Wie mijn naam? Lars en Pieter. Duidelijk. Ik ga even die porto pakken voor je. Kan je niet even fluiten, bro? Of zwaaien? Zwaaien? Nee, kan niet. Wat kan niet, bro? Ik pak die porto uit de auto, oké? Zolang je geen gekke shit doet, bro.
want je collega gaat eruit. Okay, dat wil ik niet. Mee. Niet wegrijden, ja, bro. We moeten gewoon even afwachten op die onderhandeling. Thanks. Oh, we chilling. Snap je? Ja, dat ben ik. Ja. Dan ga je even de poort in en zeg je, luister, dan mag er een onderhandeling komen en dan gaan we even onderhandelen, ja? Als Suron terugkomt, ga ik hem. Want heel eerlijk, ik had jullie niet per se nou eigenlijk... Porto is leeg. Wat zei jij, Lars? Bruine kleding. Porto is leeg. Batterij is op. Wat? Wie is die bruine BMW? Ze zeggen dat de batterij van de Porto laag is, bro. Ik ben niet BMW. Ja, hey, Lars, werk even fucking mee. Hoe kun je nou weer je Porto leeg zijn, bro? Wat is dat voor... Dat kan gewoon. Er zit een accu in. Het is een elektrisch apparaat. Ja, maar die dingen zijn natuurlijk wel gemaakt dat die bijna nooit leeg gaan. Dat snap je toch zelf zeker ook wel? Ja, weet ik niet. En laat je die niet gewoon op of zo? Bro, weet die Taycan die aan het mengen is hier, hè? Misschien is een collega van ons dat vergeten te doen. Ik ben weg aan het rijden. Lars, kan je even wisselen en zwaaien? Kop gewoon af. Rijd maar, jongen. Ja, hoor. Is het echt gebiedsplaats? Ik kan niet eens. Nee, zeker niet. Je blijft bij mij. Je mag even wisselen en... Oh ja, en nu blijf je dit achter me. Ja, oké. Is goed wel. Gooi deze agent alsjeblieft af. Ja, hou je rustig. Wacht, ik. Echt gek. Je mag even meelopen, Lars. Maar nu Redwood. Hele goede dag. Yep. Ja, kijk, om even met de deur in huis te vallen. Ik had deze heren gepakt, omdat ik ze dacht dat het eigenlijk iemand anders waren. Toen bleek het politie te zijn en toen kwam er opeens de hele DC-korps, weet ik veel wat. Die kerel achter mij, die mag wel even weg. Oké, die gaat er weg. Geen paniek. Die staan hier voor mijn veiligheid. Kijk, ik wil deze heren niks aandoen en ik wil dat eigenlijk ook helemaal niet doen, bro. Dat is eigenlijk een dubbel op eigenlijk. Maar in ieder geval, ik wil hier gewoon weg. En ik wil die heren ook gewoon laten, snap je? Ik wil ook levend naar huis. Jullie ook, neem ik aan. Collega's? Ja. Op redelijke zin wel. Lars en Pieter, was het toch, heren? Ja, Pieter heb je vast. Lars staat naast je. Ja. Heb je kinderen, Pieter? Nee, man, ik ben geen kinderen. Oké, Lars, jij? Jij wel? Nee, man, hoeft niet. Ik heb wel kinderen, man. Alleen maar kopzorgen. Ja, dat is wel, hè? Wat vinden hun niet van als ik vraag, hoor? Wat zei je? Wat denk je dat hun niet van vinden, dan? Ja, geld moet op de tafel komen, man, kerel. Ik heb ze het nog niet verteld en daar ben ik ook niet van plan. Nee, lijkt me verstandig of niet, nee. Ja, zeker te weten, man. Heb je een vrouwtje misschien dan of zo? Dan ben je pap af. Ja. Maar, meneer de Munitwapen, wat is je naam? Ja, je mag me Bacht noemen. Hoe? Bacht. B-A-R-T. Oké, ja. Dat is gewoon oma. En ik wil eigenlijk onderhandelen dat ik hier straks weg kan rijden. Mm-hmm. En dan, ja, gewoon dat. Oké. En wat zijn je eisen daarentegen? Ja, ik wil gewoon een vrije doorgaan, man. Dat ik gewoon kan wegrijden. Niet schieten tijdens dat ik wegrijd. Gewoon dat alles veilig is. Dat ik deze twee heren gewoon ook weer vanavond, dat ze op de bank kunnen zitten, snap je? Ja, twee seconden. Ja, zo... Mag ik 2 seconden porten stilte, jongens? Oké, dus een vrije doorgang. En een. Dat was het enige, of? Ja, een vrije doorgang dat er niet wordt geschoten en zo. Kijk, in principe heb ik 2 eisen, toch? Bart, mag ik wat vragen tussendoor? Ja, zeker, maar. Zou je niet zo rond willen draaien, man? Ik heb nog gegeten, man. Ik word dan misselijk. Ja, dat snap ik, bro. Maar als ik niet beweeg, maar als ik straks nog in jouw ponkelijk in je loop aan het kotsen ben, dan doet dat ding het ook niet meer, hè? Ik kan beter niet doen, man. Ja, ik ga een beetje bewegen, ja. Ik zal het proberen te minderen, ja. Oké, dankjewel. Oké. Hey, vrije doorgang en wat had je nog meer? Ja, dus niet schieten bij het weggaan en zo. Dat hoort bij de vrije doorgang natuurlijk. En jullie zijn wel van plan om achter me aan te komen natuurlijk, denk ik? Ja, zeker. We gaan ons best doen natuurlijk, hè. Ja, je neemt het risico, hè? Kijk, het feit is dat er een collega een noodknop indrukt. Dat houdt in dat de hele korps daarop aan moet koppelen. Ja, oké, klopt. Maar volgens mij op het moment dat ik die noodknop hoorde, toen had ik de man al onder schot. Dat kan ook aan mij liggen. Of hadden jullie het al eerder gedaan? Ik had het al eerder gedaan. Oké. Nou, je hebt mijn knop niet afgepakt. Dan hebben jullie slimmer gewerkt. Ja, maar alsnog, ik richtte mij. Ik bedoel, geen tovenaar, toch? Nee, klopt, man. Ik heb mijn linkervinger die trekt soms een beetje. Maar, hoe gaan we dat een beetje ver houden? Want jullie zijn met best veel wagens. Ik ben met 1 wagen hier. Dus, je neemt het risico, toch? Ja, maar ik heb toch een eis hier? Laat maar. Dus jij zou wel ietsjes minder wagens... Ja, precies. Dat het gewoon een beetje ver is, snap je? Oké, ik ga even overleggen met dat situatie hoe wij dat gaan aanpakken. Oké. Dus ik kom zo bij je terug. Ik wil wel als tegeneis vast zeggen... Dus je weet wat ik wil zeggen natuurlijk. Je hebt 1 niet in je armen. En dan wil ik er toch wel vast 1 mee hebben voor Chester. Oké. Maar zou je dat willen doen als je hier komt met de eisen die akkoord zijn? Dan mag je hem van mij hebben, ja? Is goed. Dan ook kom ik zo bij je terug, ja? Dat is goed, kerel. Nee, is goed. Yep. Kom eens even staan voor de auto, heren. Ja, het spijt me, Pieter en Lars, maar het was ook echt niet mijn bedoeling, man. Nee, maar ja, dit, ik vind het niet chill, man. Nee, snap ik. Ik ben A6 bijgekomen. Bro, niet meer bodyarmen, gewoon Oké, even een update, heren. Ik ben aan onderhandelen voor een vrije doorgang. Je praat niet tegen ons, denk ik, hè? Nee. Nee, oké. Praat met Nee, soms is het een beetje lastig te zien, vriend. Ja, dus... Moeten we niet dan zo meteen met z'n allen zetten? Ik probeer zo de... Lekker plaat was hij aan het rijden, dus kijk hoe hoeft wat. Wat voor auto heeft hij vandaag? Ga je de auto wel mee... Hebben jullie toevallig een repair kit op zak, heren?
Hij kan namelijk... Zou je even mijn auto willen maken alsjeblieft? Ja, en dan de tunnel die, ingaan bij 1088. Ja, maar dan moet ik wel als ijs even tussendoor. Dat kan natuurlijk niet zo. Nee, je kent... Nee, even... Godverdomme, jullie zijn echt boefjes, man. Jullie spelen echt volgens het boekje, hoor. Jij hebt hier de boef. Godverdomme, man. Jij hebt hier een wapen. Kijk, stel je ja, ja, ik heb hier het wapen op een soort van wetsboek staan, hè. Dat weet je. Ze rijden aan de maar nee, even serieus. Dat moet wel als ijs, man. Je hebt twee man, je weet hoe het gaat. Even snel tussendoor. Ja, maar ik heb wel gehoord dat een agent net iets belangrijker is dan een nee, maar het werkt hetzelfde niet, ouwe nou. Dat is precies hetzelfde, hoor. Nee, zeker niet. Echt wel. Oh, als ik hier de 01 had, bro, dan had ik geloof me dat ik meer te zeggen had, bro. Ja, en als jij mij nou niet had, had ik je geschoten. Kijk, als. Oh, jongen. Hey, Pieter, doe eens even rustig, kerel. Hey, Bart, wil je me nou schieten, bro? Bart, zal ik je eens vertellen? Ja. Mag dat even? Ja? We hebben er ook wel een spreekwoord voor, ja? Ja. Als, hè? Je zei net als. Die brug die maar kan. Zeker. Als mijn tante een pukkie had gehad, was het mijn oom geweest. En nou bij langstep zit dat is een als, ja? Oké, okay, dat is een interessant spreekwoord, man. Maar dat is niet zo, ja? Oké. Ja. Moet wel zeggen, Bart, je houdt het wel eens. Dat is belangrijk. Ik hou het lang blij dat er geen loop. Ik ben al lang blij dat er geen tocht uit die loop komt. Anders was ik morgen even verkouden geweest. Nou, ik ga gelijk even de sfeer verleuken. Mocht je nou toch ervoor kiezen om mijn collega dood te schieten, dan ben jij net een gatenkast halen. Ja, dat weet ik. Die with the gun, dat zeggen ze wel eens, hoor. Ik word gekald door de sfeer. Wat zei je? Die with the gun. Ja. Dat gaat meestal wel makkelijk. David, en voor jou, die varkensboys blijven hier rondrijden. Ja, jammer, weet je nu al. Maar is dit jouw auto dan, Bart? Nee, ja, zeker niet. Ik ben een crimineel toch? Dan heb ik hem ook gestolen, jongen. Ja, ik ben het zo vind nog aardig. Goedkope auto, zeg maar. Oh, begin je weer een praatje te hebben, jongen, die Pieter? Godverdomme, jongen. Ja, en ik moet daarnaast zeggen, je hebt een Barretta. De mensen die nog echt geld hebben in de onderwereld, hebben natuurlijk een UMP of zo, hè? Licht eraan. Misschien ben ik wel zo'n topshooter met een Barretta dat ik geen UMP nodig heb. Ja, oké, maar ik geloof niet in sprookjes. Oh, jongen. Nee, ik krijg serieus nog nou weer. Ik ben een loopjongen. Hij liep wel trouwens, ik werd er misselijk van. Ik kan wel goed lopen inderdaad, als je dat bedoelt. Ja, dat ken je wel. Ja, prima. Ja, Ivan. Yes. We hebben normale, ja. Zit je bij een gang of zo, Bart, als ik vragen mag? Ik heb een wacht, heus. Ja, wat is er? Niet uit Porto gaan. Ik wil ook niet uit Porto gaan, maar als er zoveel kaas wordt gegeven, kan ik hun toch ook niet verstaan? Ja, maar ja, wie schoten van hun? Dat weet ik niet. Jullie kunnen lullen, maar die mannen kunnen ook lullen. Met je ijs, of hoe zit het? Ja, dat klopt, ja. Ik heb eisen doorgegeven. Als het goed is, gaan ze zo akkoord. Hoop ik, althans. Waar je eisen ook alweer, trouwens? Ik ben zo weer vergeten, houden. Vrije doorgang, hè? Ja, vrije doorgang met niet schieten en zo. We staan dan op die berg. En dat het een beetje ver is met zoveel voertuigen. Deze hier dan zijn we. Ja, oké, maar dat komt vanwege de nood. Naar wie? Draai jij zullen? Nee, ik rij 7. Heb je nog plekje over? Zou jij doen, toch? Tuurlijk. Ik zou mijn mannen ook komen helpen, snap je? Welke berg probeer je te denken, bedoel je? Weet je wat het probleem was? Zijn we niet, man. Wij zijn op die berg van Step City. Wat zeg je? Want ik hoor je trouwens. Ja, nee, bro. Luister, die Porto gaat zo crazy, bro. Ik moet helemaal lijpen. Ik dacht dat ik je niet meer hoorde, daarom. Ja, nee, ik proseer hem gewoon. Wacht even, Porto stilt als jullie kunnen. Ja, is vernomen. Yes. Ja, ga ik jou even vertellen. Hey, voor jouw informatie. Wij hebben, we gaan kort met de eisen. Dus dat gaat straks 50% afschalen van wat hier nu staat. Ja, dan kan je al die slechte auto's, die B-klasjes kan je wegsturen. En dan komen alsnog de snelle wagens. Nee. Je weet dat we hebben tegenwoordig ook nieuwe B-klasses. Oh, dat weet ik niet. Deze, die Volkswagen Passat die daar staat, dat zijn ook de nieuwe type B-klassen. Oké. Okay. Rijden die een beetje goed dan, of wat? Ik heb echt heel eerlijk gezegd, ik heb er nog niet in gereden, man. Dus de eerste dienst in 3 dagen. Oké, okay. Dat is wel gelijk een spannende. Ach, zo houdt het leven ook spannend, hè? Zeker weten, man. Ik heb ook hele mooie gesprekken met deze heren gehad, man. Dus dat is wel fijn. Nou, hij wil bijna bij de politie. Ik wil bijna solliciteren, man. Alleen, ik denk, moet ik eerst even goed vluchten, snap je? Als ik straf Dat lijkt me wel een sterk plan, als je wil solliciteren. Zeker weten. Dan zal ik ook mijn wapens wegdoen, ja? Dan ben ik helemaal clean. Ja. Je begint ook met een taser, dat weet je. Ja, tuurlijk. Maar ik kan ook taser om, maat. Nee, okay. Met een taser kun je een hoop, hè? Zo ben ik ook begonnen en ik neuk de mensen met wapens. Oh, hij neukte. Zo. Ze waren niet zo vrolijk altijd. Wordt dat vaak gebruikt als term in het korps? Ja, daarvoor moet je solliciteren, man. Hey, dat ga ik niet geven. Hey, we kunnen niet alles verklappen. Ja,
Godverdomme, jij denkt echt dat je alles makkelijk krijgt, of niet? Ja, ze willen me niet eens een repair kit gunnen, bro. What the fuck? Nee, dat klopt. Dat doen we ook niet. Nee. Hey, dat kost ons ook geld, dat weet je. Jij verdient denk ik toch wel meer als... Oh ja, maar als ik wat even in je zak schrijf, dan is, daar praat niemand erover, hè? Ik had verwacht dat je een Lambo zou hebben, maar ja. Nou, helaas. Goed, 50% schaalt af en akkoord met de eisen. Dat is positief. Dan mag je in ieder geval Lars zo meteen meenemen als je hier wegloopt. Ik ben Pieter. Jij bent niet Pieter, hou eens even op. Je bent bro, what the fuck? Hij is Lars. Je hield me even voor de gek, man. In ieder geval, hoe laat is dan het groen licht precies, meneer? Ze zijn nu even wat auto's. Vraag wat we moeten doen. Ik ken eigenlijk geen eens een auto meer hier. Dus... Wat gaan er? Dus ja, die gaat er nu deze staat nu op de plek waar ik toch bij John had stond. OVD die gaat even voertuigen wegsturen en eventueel... Met de hoop hebben iemand gezien die echt helemaal goed is. Jongen. Alles gaat. Hij deelt hetzelfde rondje. Voor G-Wagon. Duidelijk. Mag mijn collega met hem mee dan? Ja. Maar hij is volgens mij het loest. Dus dan mag je collega meelopen en dan kan hij niet. Dankjewel, collega. Ik heb een veilig gevoel door jou. Doe je ja, voor mij even. Welke kant gaan we op? Die kant? Zo, ik heb ineens geen idee, man. Heren, welke kant zal ik opgaan? Zulu in de lucht. Zulu zit in de lucht. Vroeg je dat aan mij? Of? Nee. Heren, welke kant zal ik opgaan? DC Zulu. Jongen, deze man in die porto. Ik ga richting Sandy. Ik ga richting Sandy. Sandy, bro, die ga je niet uit de lucht krijgen, man. Dat is Sandy's. Oké, even nou, man. We hebben deze niet gefixt. Kom ik zo bij je terug. Ja, is goed, kerel. Mag mijn collega die auto wel meenemen? Waarom DC Zulu, bro? Nee. Niet. Breng hem nou niet op ideeën, kerel. Wel even stil, we kunnen nu al niet gaan schieten op die Zulu, anders gaat er problemen ontstaan. Dan krijgen we het. We hadden net nog zo'n beetje lol. Ik heb ook lol, maar nu, kijk, ik moet zo weg en dan een extra auto is toch weer een extra auto, snap je? Hij is zo heel sterk. Ja. En kunnen ze schieten uit de helikopter? Ja, dat is geen idee. Met snipers, maar de snipers hebben ze niet. Trouwens, je zei trouwens net, hè, je moet me niet voor de gek houden, zei je toch? Weet je wat lastig is? No? Ja, maar dat moest niet gebeuren. Een gek kun je niet voor de gek houden. Oi. Hey, blijf van die auto af, man. Kijk, je ziet, je hebt hem op een idee gebracht, man. Ja, dit kunnen we gewoon denken. Ja. Kut, Pieter. Je hebt best slimme collega's. Maar hij heeft die buzzer niet herkend. Dat klinkt wel lekker, hè? Ja, goed geluid. Ja, wel toch? Die van, Maar is dit wat je in dagelijks leven niet als vraag mag? Ja. Ja, ik probeer gewoon lucht te touwen. Ik weet dat je wel relaxed bent. Ik weet dat je een... 2 seconden, ja, ik ga zo weer met jou. Oké, heren, luister. Ze zijn akkoord met de eisen. Ik ga zo richting Sandy vluchten. En dan, ja, dat eigenlijk. Willen jullie nog meer iets weten? Ja, ik denk dat dit genoeg is. Ik wil dat jij wel aftelt als je groen licht gaat krijgen of iets. Dat doe ik sowieso. Bronco DSC, BMW. Ga je die richting... Jiwagon komt weer. Hey, wuss. Jiwagon komt weer. Ik ga richting Sandy. Jiwagon op blaas 3, kom. Nee. Anders gaat geen groen licht krijgen, bro. Ik ga richting Sandy Airfield. Ik ga daar zeg maar op jeuvel klaarstappen. Als je naar rechts wilt gaan bij die Airfield, ja. Dan ga ik de eerste band uitdelen. Ik denk de enige manier om de helikopter eruit te krijgen is de bestuurder een heading te geven. Zo, ik hoor mannen in die porto van jou. Of ligt het aan mij? Ik kan Bob gaan zoveel mogelijk krachten. Dat weet je, man. Ik weet niet, als ik heel goed luister, hoor ik zo heel zachtjes dingen. Dat is geen waterfietser, bro. Ja, niet meer. Druk wel. Wat als wij heel La Venta gaan overnemen dan? Kan wel. Gaan we vier drie lachen. Heel La Venta, wie de fuck is die LFA? Ik, maar wie is die M5? Gaan jullie richting La Venta, dan gaan we direct met opa daar klaarstaan. Ja, we kunnen bij La Venta en ze alle klaarstaan. Vier drie lachen daar, boys. Pieter. Dat is John. Ben ik, hallo, hoor. Hey, Pieter. Mij? Ja. Maar die kan LFA? Uitgedaagd. Oh, ik dacht dat je weg was. Hey, joh, je hebt me toch vast. Boys, gaan we dan klaarstaan? Ja, nee, dat snap ik, maar als in met je gedachten. Nee, je hebt me vast. Ik ga niet zomaar weg. Ja, hey, in je gedachten. Je kan soms wel eens even dagdromen. Snap je, dan ben je ook weg. Ja, nee, dat klopt. Als ik echt dagdroomde, dan dacht ik dat ik aan de warm strand in Mallorca zat of zo, man. Ja, dat snap ik. Als tenminste nog een beetje uit te houden dan dat kikkerlandje. Ja, klopt. Volgens mij komt daar niet zo snel een wapen op mijn hoofd. Je weet maar nooit, hè, bro. Hey, in een ander leven hadden we best matties kunnen zijn, denk ik. Bro. Ja, dat denk ik ook wel. Maar, dan was je wel mijn duikel voor. Zeker niet, Pieter. Zeker niet. Weet je wat mijn achternaam is? Nee, wat is dat? Pieter halve liter. Pieter halve liter. Wat doet hij? Je drinkt ze gewoon allemaal in één stuk dan. Ja man, ik heb geen klepje meer in mijn keel, man. Ik heb zo'n lampje, man. Ik heb een vraag, man. Hoe heet die helikopter van jullie? Ik ga naar La Venta weg. Ik ga gewoon helemaal klaar gaan zetten daar zo. Een helikopter? Ja, die daar links. Je wil pak gewoon die shotgun. Je hebt geen naam. Waar linksboven? Dat is een redelijk veel. Is die van ons? Dan moet je eigenlijk op een hoogte punt staan. Maar ik zit bijna bij La Venta. Ik heb hem serieus nog nooit gezien. Zonder gekheid, man. Scott. Fuck is dat? Is dat een RSQ-8? De ingang staat op de berg. Kuitbusje. Oh fuck? What the fuck, man? Ik zit in mijn eigen. Dat ik jouw voertuig netjes neerzet, dat jij gewoon gelijk weg kunt rijden. De enige manier om de ene te. Ja, bij groen licht dan parkeer ik hem zelf even goed. Als je dan aftelt, dan.
hebben, man. Ja, maar dus bro, ja, op zich, je mag wel even goed zetten, dat is wel makkelijk. Ja? Ja, maar kijk, weet je wat de heli gaat doen? De heli gaat eruit. Is dat een mattie van je in die witte auto die hier zo dichtbij komt staan? Zeker niet, dat is van hem. Lekker. Is dat ook gelijk om mij te volgen? Oké, top. Hij staat rechts. Afschakelen, iedereen. Yes. Laat maar weten als je groen licht krijgt. Oké, dan krijgt hij groen licht in. Vijf. Rustig. Wees erbij. Hé, heren, luister, ik ga nu groen licht krijgen. Ja, dat is even korte stilte. Ja, hij moest even doorgaan. Oké, gaat ie? Ja, hij krijgt groen licht in. 5, 4, 3, 2, 1. Groen licht. Ik ga op je nek zitten, vriend. Houdwee. Oké, Rico, focus. Ik mag niet crashen. Oh, you know, ik heb gelijk rode lampen, bro. What the fuck? Waar moet ik heen? Pak nu de kruising La Fuenta. Ah, ik sta klaar met de AK. Hij wil me inhalen. Gooi maar een stukje verder. Ik sta ietsjes verder dan opa. Maat, what the fuck? Wat denkt hij dan wel niet? Oh, Janus staat erbij. We dachten even dat ze me konden pakken. Ik dacht van La Fuenta passeert dat. Yes. Dus we waren even aan het pitten, man. Wat even een lichtelijke paniek. Ik ben bijna bij La Fuenta. 3, 2, 1. Nu. Schieten! Schiet ze allemaal neer! Ever be dumb when I know we need more. If I never told mama we're selling at tours. I'm in a backseat S-Class, hand up best class. You were never there before. If I never held guns, if I never held courts.